De Lapjesmarkt moet de daad bij het woord voegen van het onlangs ondertekende manifest Open en Weerbaar Nijmegen. Deze Lapjesmarkt vond vandaag plaats in Nijmegen. Wethouder Renske Helmer hield een welkomstwoordje over het belang van het manifest. U heeft het over het manifest Open en Weerbaar. Dat hebben wij onlangs 2 weken geleden ondertekend in Nijmegen samen met een aantal partijen. En daarmee zeggen we eigenlijk, wij willen mensen bewust maken van wat er gebeurt op de digitale snelweg. Op de openbare snelweg en op de openbare weg hebben we allemaal verkeersregels, waarden, normen, hoe we met elkaar omgaan. En op de digitale weg is dat een stuk minder. En mensen beseffen ook niet altijd wat er gebeurt met alle gegevens die ze daar achterlaten. Want daar kunnen mensen natuurlijk heel veel data en gegevens uithalen. En daar zijn nog heel weinig afspraken over wat daar dan eigenlijk mag. Er worden wel kleine stapjes ingezet. En wij hebben gezegd als gemeente Nijmegen, wij willen open zijn over de data die wij hebben. Wat wij daarmee doen en waar mensen dat kunnen vinden. Maar we willen ook dat onze bewoners weerbaar worden op de hele digitale snelweg. Weten wat ze daar achterlaten en hoe zij hun privacy daar beter op kunnen beschermen. We hebben samen als gemeente met een aantal grote gegevensverwerkers in Nijmegen hebben wij een manifest ondertekend. Waarin staat hoe wij met welke principes we hanteren als wij data verwerken. En daarin vanuit die principes hebben we gekeken van hoe kan je dingen concreet maken. Dus niet alleen maar blijven praten, maar ook zeggen van oké, hoe kan je het nou uitvoeren. En deze workshops zijn echt allemaal workshops om te leren hoe hebben andere mensen het gedaan. Wat kunnen we van elkaar leren om het zo samen te gaan doen. Ja, het is een evenement om samen met mensen in de stad, maar ook met mijn collega's in Nederland samen te gaan werken rondom thema's als privacy en verantwoord omgaan met data eigenlijk. Er wordt heel veel over gepraat. Er is een tegenbeweging actief momenteel in Nederland, waarin er heel veel zorgen wordt gemaakt over hoe we als overheid, maar als bedrijfsleven omgaan met data. En we willen daar gewoon heel helder in zijn en kijken wat we best met elkaar kunnen delen. En dat zijn we hier aan het doen. Maar zit er ook